kijk even deze Ducatis en de elektrische Harley staan. Het was een moment in 2010 en toen ontplofte die muziekindustrie. Ja, hier doen we dingen voor YouTube, we doen hier de radioshow, maar we maken ook af en toe de Global Dance Chart van 538. Dit is de droom van elke man. Goh! Yes, welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. We hebben weer een nieuwe aflevering van de Philips OneBlade serie voor jullie. En vandaag hebben we een hele toffe speciale gast die ik eigenlijk al een tijdje op Day One had willen hebben. Hij heeft hele dikke wagens, hij heeft hele dikke motors. Eigenlijk alles wat hij doet is wel heel erg vet. Vandaag mogen we exclusief bij hem een kijkje komen nemen. Ik ga nog niet zeggen wie het is, maar we geven je wel een hint, want kijk hier maar even naar. Ja, want deze twee zijn van hem. Ik heb trouwens mijn sporttas meegenomen. Vraag me niet waarom, want we gaan absoluut niet sporten vandaag. Dames en heren, welkom op de werkplek van Nicky Romero. Zagen jullie waarschijnlijk al aan de auto's. Die hebben we op Instagram natuurlijk ook al een paar keer laten zien. Dit is waar hij produceert, dit is waar hij muziek maakt, maar eigenlijk ook al zijn business doet. Hij zit hier in de studio, hij is aan het werk. Maar het kantoor is wel, het is bijna net zo goed als het Day One kantoor. Daar is hij, de baas. Hoe is die? Lekker man. Alles goed? Ja, heel goed. Ik loop naar binnen. Wat is het eerste wat je denkt? Dit kan toch niet? Het kan toch niet waar zijn? Nee. Het eerste wat ik dacht is heel huiselijk. Ja, het was voor mij gewoon een droom. En ik denk dat vooral muzikanten zich er wel in kunnen vinden. Je wil gewoon onafhankelijk zijn van alles. En toen ik dat gevoel van onafhankelijkheid een beetje kreeg door middel van het bouwen van een studio, die alleen voor mij was, dacht ik, nee man, ik moet echt iets bouwen waar ik ook mijn matties in kan zetten. En vrienden, en ik wil dat met z'n allen muziek kunnen maken. Ja, dan loopt het een beetje uit de hand. Dan wil je met al die matties ook kunnen gamen. En dan wil je met al die matties ook kunnen drinken. En tafeltennissen. En FIFA spelen. Dus nu is het een soort van man cave XXL. Waar ook muziek wordt gemaakt in de plaats van alleen een studio. Jij komt natuurlijk niet zo. Dat was niet van de een op de andere dag. Ik heb eigenlijk altijd gefocust om gewoon muziek te produceren. En het draaien was daar een soort van uit geboren. Maar het was niet mijn doel om te draaien altijd. Ik maakte vroeger muziek in een bandje. Ik speelde bij de fanfare. En ik ging dat op een gegeven moment... Wat speelde je bij de fanfare? Drums. Dus dat is een beetje langzaam gerold naar het muziek produceren. En toen had ik letterlijk één pandje gekocht. Gewoon een vierkant boxje. Ik denk, nou, daar ga ik het in maken. Dit is genoeg. Ja, en toen ontplofte die muziekindustrie. Wereldwijd werden jullie overal heen gevlogen. En had je optredens voor tienduizenden, soms honderdduizenden euro's. Van de een op de... Zo voelde het voor mij in ieder geval. Ja. Van de een op de andere dag. Hoe ging je daarmee om? Het was een moment in 2010, 11. Je had net Instagram, je had net Facebook, wat goed liep, Twitter. Dat was het moment dat onze muziek, slash de EDM zoals we dat nu kennen, elektronische muziek, een soort van ontplofte. Avicii werd groot, Afrojack werd groot, Hardwell. We werden geboekt in Vegas, we kregen een residency in Vegas. En dan stond je de dag daarna in Los Angeles, daarna in Tokio. Ja, het was gewoon niet meer bij te houden. Ik bedoel, het geld wat binnenstroomde van optredens, daar hield ik me ook niet meer bezig. Was het extreem? Kijk, als je 3, 24 bent en je kan elke auto kopen die je wil, dan is het natuurlijk wel een heel rare gewaarwording. Ja. Maar ik was er niet mee bezig. Dus ik wilde gewoon muziek maken en ik wilde graag die nummer 1 in iTunes, nummer 1 op Beatport. Ik wilde op dat festival staan, Ultra. Ja, en hoe ga je dan deze tijd door nu? Ja, wat ik wel heel leuk vind is dat, kijk, in deze tijd natuurlijk is dat kut, maar dankzij deze tijd kan ik wel een klein beetje meer realiseren van wow, hè, dat hebben we toch wel even gebouwd. En als je continu weg bent, dan zit je in die trein en dan kun je nooit stilstaan bij hetgene wat er is. Nee. Weet je, hoe chill is het dat ik gewoon in huis bijna alles kan? Ja. Ik hoef niet naar een studio toe. Ik hoef niet bij een fotoshoot naar een fotostudio toe. Het is niet alleen de faciliteiten, maar ook echt geluk met de krachten die we hebben. Ja, ik ben nu wel echt super trots en ook blij. Niet alleen op het materiaal, maar ook op de mensen die met me mee zijn gegroeid. Laten we eens nog even wat muziek luisteren, ja, want ik vind het heel gemoedelijk hier. Gewoon even chillen. En soms kom je met andere mensen kom je, zeg maar, in een ruimte en dan ga je gewoon een beetje viben. En dan ontstaan er de meest gekke beats. Dit is weer een beetje meer Amerikaanse hip-hop. Oh. Best wel dik. Nou, dat is mijn pa, ja, René. Ja. Hans achterin, je helpt finance, het team, mijn management.
Dit is letterlijk eigenlijk alles wat met mij als artiest te maken heeft. Dat gebeurt hier. Dit noemen we dan een beetje de flyover. Dus hier zitten allemaal studio's. Zitten ja. hier allemaal jongens muziek te maken. Dit is de FIFA Squad 1. Ja. Ja, hier doen we dingen voor YouTube. We doen hier de radioshow. Maar we maken ook af en toe de Global Dance Chart van 538. Dus ja, je hebt hier gewoon een complete... Alles wat je nodig hebt eigenlijk. Ja. What's going on? We're Loud Luxury. What up? It's Afrojack. Hey, what's up? It's Nervo. And this is Protocol Radio. En dit gaat gewoon de hele wereld over. Ja? Ja. Around the world, from Veenendaal. Snap je? 0318, represent. Je bent een DJ, waarom maak je dan een radiostudio? Nou, ik raakte heel erg geïnspireerd door... eigenlijk door radioprogramma's. Ik vond het leuk om te kijken hoe zit Edwin Evers in elkaar, hoe zit... de show van Wessel van Diepen in elkaar. En ik heb gewoon toen gedacht, dat wil ik ook ooit. Ja. Dus nu leer ik ook om een beetje radio te maken. En het leuke daarvan is dat radiojocks mij weer hebben gevraagd. Nu, hey, zou je mijn programma willen overnemen voor het weekend? Weet je, Wessel van Diepen die belt mij. Yo Nick, ik zit daar en daar. Zou je de Global Dance Chart willen doen? Ja, ik ben echt... begonnen in de radio en dat vond ik heel leuk. Je hebt ook een radiohoofd ook. Ja, een ja, radio gezicht. Wat zit je? Waarom zit je achter de camera allemaal zo te lachen? Maar zo zie je maar dat je dus heel veel... Kijk, mensen zien mij als een DJ. Ja. Terwijl ik mezelf zie als... Ik ben een muzikant die draait, die produceert, die radio maakt, die instrumenten opneemt, die streamt op Twitch, die gamet, die een hobby heeft, die auto's, webs designt en gewoon die op allerlei vlakken wel iets doet met creativiteit. Maar het is leuk dat iedereen je herkent van iets anders. Ja. Dit is een soort van gaming afdeling. Een soort van gaming afdeling? Ja, er zitten hier nu een paar setups met PS4's. Dus hier spelen we Call of Duty en FIFA. Hier is menig contract wel getekend, of niet? Hier zijn wel veel, ja, zeker. Er zijn ook veel fouten gemaakt. Maar niet van jouw kant. Nee. Oh, zeker. Zeker. Ik heb de meest domme beslissingen gemaakt. Ja. Maar je leert er wel van uiteindelijk. Ja, mooi. Hier mag je een pijltje gooien. Hier mag je ook Peter Beense draaien met... Jij denkt maar dat je alles mag. Hier mag je Als de Morgen is Gekomen. Tino Martin, die mogen hier allemaal. En ja, dit is gooien. De droom van elke man. En hier komen we eigenlijk bij het gedeelte waar ik op het moment het meest warm van word. Nee, dit is de opslag van de motoren. En hier staat ook... Zeg die even, wacht even. Dit is niet zomaar. Jij hebt gewoon ten eerste, kijk even deze Ducatis en de elektrische Harley staan. En hoeveel zijn er daarvan, van die Superleggera? Dit is nummer 74 van de 500 wereldwijd. Hypermotard, dit is natuurlijk echt klappen voor in de stad. Ja. Een wielermachine. Dit is de reden waarom ik eigenlijk mijn motorrijbewijs ben gaan halen, is omdat ik dit wil. Ja. Ja, en dit is dan een multi en dit lijkt een beetje op een tourmotor, maar... Daar rijdt meestal op. Ja, maar hier, dit ding is ook zo gigantisch snel. Dus als we straks de motor van gaan doen, ja, want die komt eraan de motor van, dan hebben we hier nog wel wat afleveringen staan. Zo, wil je erop zitten? Ja. Ja? Ja, hè. Het is wel een beetje jouw hoogte. Ja, daarom. Klap je standaard in. Doe je een klein beetje, gas geven maar. Dan voel je dat hij gaat. Hij staat gewoon aan. Dit is aan. Nee. Ja. Ja, dit moet je niet te lang aan mij laten zien. Dit is echt, dit gaat helemaal fout. En ik kan gewoon met mijn voeten bij de grond. Het scheelt weinig, maar... Ja, we zijn in de officiële muziekstudio. Het mooie is dat een man die alles heeft, kan je gelukkig maken met de kleine dingen. Dat zei mijn moeder wel eens. Ik heb deze voor je bij. Ik weet niet of je hem ooit hebt geprobeerd. Anders zou ik dat doen. Voor het scheren is dit voor mij nu de optie. Dus heb je die gewoon gekregen? Ja, die krijg je. Nou. Nah. Ja, ja. Kijk, zo doe je eventjes een tof filmpje en je krijgt gewoon in één keer gewoon... Een OneBlade bij. Een OneBlade bij. Ja, ja. Dus die kan je in je tas stoppen. Maar nu wil ik weten wat jij normaal in je tas hebt zitten. Want als je een DJ bent, wat neem je dan mee en wat heb je echt nodig? Normaal heb ik gewoon een rugzak en er zit veel meer in. Maar nu is het voor nu prima. Het allerbelangrijkste is, is een studio headphone. Ja. Die neem ik eigenlijk altijd van hier gewoon mee, want waar ik ook ben, ik moet altijd demos kunnen luisteren, altijd muziek kunnen produceren. Deze is gemaakt om, daarom zit er ook van die openingjes in de zijkant, om in de studio ja, muziek mee te produceren. En voor iedere producer die nu zit te kijken, dit is de DT 990 Pro. Ja, dit is echt alleen maar om muziek te maken. Als ik muziek draai, zoals met DJ'en, dan heb ik een andere bij me. Dat welke dan, heb je dan? Dat is van JBL, een JBL Club headphone. En dat is echt gemaakt om stage performance te doen en gaming, dat soort dingen. Dit is echt heel grappig, dit is geen grap. Ik kom naar de studio en hier is het allergrootste, naast de muziek maken, is de FIFA-competitie. Ja. Ik wil dus niet dat iemand met mijn controller gaat spelen. Nee. Dus
Ik heb mijn eigen controle. Ik wil ook niet dat iemand met zijn zweethanden aan mijn controle zit. Nee. Want dan mis ik gewoon net een paas, weet je? Dat moet je gewoon hebben. Ja, ik snap het. MacBook. Ja. Dit zit er al eeuwen in. En ik heb het er nooit meer uitgehaald. Mm-hmm. Dat is een paraplu met het kaartje er nog aan van Ferrari. Ik heb ooit een Ferrari gekocht. En daar kreeg ik een paraplu bij. En die ben ik jaren kwijt geweest. Heeft altijd in mijn tas gezeten en elke dag zie ik hem. En nooit heb ik de link gelegd dat hij bij mijn auto hoorde. Nu heb ik een horloge demontage kit erin met een horloge strap. Want ik wilde graag een horloge een andere kleur bandje geven. Okay. Reserve horloge. Een reserve horloge, oh. Wacht even. Jij bent een Batman, is dit toch? Ja. Ja. Die heb jij als reserve horloge in je tas zitten. Dit is wel een tasje. We hebben dit op Instagram gegooid. Dan gaan we kijken of mensen dit allemaal weten. Ik zou het echt niet weten als ik dit hieruit zou moeten kiezen. Nee? Ja, dat was hem. Hebben jullie ooit zo'n imponerend pand gezien? Radiostudio, motoren, chillruimtes, edithokken, gameruimte. En nu denken jullie, ja, gaan we nog de auto's bekijken? Zeker, maar jullie kennen ons hier bij Day One. Wij willen daar de aandacht aan besteden. Dus we wachten even tot een andere aflevering en dan gaan we de auto's volledig bekijken. Vergeet niet dat op Instagram, @DayOneLifestyle, daar staat nu een foto. Mocht jij een OneBlade willen winnen, want dit is wel de OneBlade series, dan kan dat. Dan moet je even naar Instagram gaan, meedoen aan de actie. En wie weet krijg jij dan een DM van mij of van Day One, waarin we zeggen, hey, jij gaat een OneBlade toegestuurd krijgen. Dus schrijf naar onze Instagram. En afgelopen woensdag was er weer een hele dikke video online. Ga die ook even checken. Jongens, vergeet niet te abonneren. Dit was hem. Bedankt weer voor het kijken. En tot later.